Hey mensen, je kijkt naar Spoei16L en welkom bij een nieuwe Rocket League tegen rookies. We gaan weer tegen of met rookies. Tegen en met rookies. Of tegen of met rookies. Je weet het maar nooit of er misschien wat goede mensen tussen zitten of dat het rookies zijn. We gaan dit keer solo standaard doen. We zijn unranked. 34 punten hebben wij. En wij kunnen hier op rookie niveau. Met mijn nieuwe auto. Ik heb een nieuwe auto. Ik heb de Dominus. Vandaag ga ik met de Dominus. Kunnen wij deze epic shit gaan doen. Hè, dit duurde gewoon legit 1,5 minuut. Dit duurde volgens mij 2 hele minuten bijna. Om iets te vinden. Maar we zijn er hoor. Met vooral veel PC mensen as always. Pro's, semi-pro's. Ik zie het allemaal wel. Let's do this! Oh yeah. Probleem altijd aan dit soort wedstrijden is om je niet aan te passen aan hun. Want Zidane scoort een amazing goal. What the fuck? Dat bedoel ik dus. Het is heel moeilijk om je daar niet op aan te passen, want ze doen hele rare dingen. En je verwacht dat hij perfect terugkomt en dan... Oh my god. Zidane. Oh, Zidane, dat kan nog wel wat. Oh, zie die reddingen, jongens. Wat een reddingen. Kijk, dat bedoel ik dus. Ze doen zo raar. Ja, Sensen staat te ver. Huh. Oh, hij redt hem bijna hoor. En zo staat het gewoon meteen al 2-0. Het is unbelievable. Oké, Kamoxa weet nog niet hoe hij dat moet doen. En daarnaast, ik weet niet wat hij deed, maar ik maakte het kapot. Even de full boost zoeken. Daar is een full boost. Dan gaan we ervoor. Oh, dan gaan we ervoor. Daar gaat hij dan. Hoppakee. Wat? Oké, nou scoor dan maar. Wauw. Dat ik die miste. Ik denk, ik doe hem mooi. Maar ik miste hem. Alex Kitsuni. Wee, zie mij dan, man, met mijn nitro boost. Jongen. Ik raak constant met mijn neus raak ik de popfilter. Omdat ik naar voren ga leunen. Wat is dit? Maar daar is Neon Krieger. Waar gaat hij heen? Oh, kan ik nog wel even dat doen. Je hebt zoveel tijd. Hier is Zidane. Daar komt Zidane. Die wordt weggehaald. Ah! Hé, wat doet die ander dan? Waarom zit die ander dan ook erbij? I don't get that. Maar dat maakt niet uit. Gassen. Ah, ik heb geen boost meer over dus. Ah ja! Ah, jammer dat ik die boost niet kan hebben. Oh, Zidane, doe het. Het lukt ook gewoon, Daddy. Oh, nou ja, ze kunnen alsnog scoren. Ik hoef er helemaal niet bij te zijn, zoals je ziet vandaag. Ik doe gewoon toch verkeerde dingen op dit niveau. Op dit niveau moet je gewoon heel anders naar gaan kijken. Ik wil zo snel mogelijk, want anders weet ik dat iemand hem pakt. Maar niemand pakt hem, dus je moet gewoon even afwachten. En dan scoor je hier wel. Als je gewoon rustig doet. Gewoon rustig blijven doen en dan lukt het wel. Oh, Zidane. Hoppakee. Maar dan komt hij dan. Mooie paas. Oh shit. Ik ga niet voor die voetbal. Oh my god, Zidane. Oh my god, die gaat erin. Ja, ik vind dit een uitermate moeilijke wedstrijd op een of andere manier. En dat vind ik heel apart. We mogen dan wel zo ver voorstaan. Omdat ja, het is gewoon heel amateuristisch. Maar ik vind dit moeilijker dan op het niveau waar ik normaal speel. En ik vind goal 3 makkelijker dan dit. En ze forfetten. Natuurlijk, we winnen wel, maar... daar waren we eindelijk weer. En we spelen weer... Oh, nu spelen we tegen Alex Kitsune. Die het zo goed deed. Alex Kitsune deed het zo goed. Oh, jeez. Dat wordt dan wat. Kijken of hij echt zo goed was. Ik moet gewoon heel simplistisch gaan denken. Ik moet gewoon heel simplistisch gaan spelen. Dan scoor je veel makkelijker. Zo, Burbanos bij mij heeft een ping van 200. Succes. Oké. Daar ga... Wat doen jullie allemaal, jongens? Wat gaat hier gebeuren? Daar komt de bal. Nou, knal hem erin! Oh my god, are you kidding me, Sander? Hoe kan je zoiets nou missen? Dat is zo moeilijk. Makkelijk.
Okay. Now it's on. Dit is toch zo slecht. Kom ik weer met me. Nee, hou op. Doe het! Ik ging weer zo slecht, maar ik was heel mooi aan het dribbelen hier ook. Toetje doetje doe. Ging er weer net niet in. En dan BOW! Gaat hij er nog keihard in ook. Dankjewel, Koekoe. Goed gedaan, Koekoe. Koekoe deed eigenlijk helemaal niks. Maar toch goed gedaan. Dankjewel, Ruben. Ruben Kraak. De Spanjaard. Die paasde voor mij. Great paas. Geweldige paas, Ruben Krak. Dan uiteindelijk winnen we wel, maar het is een hele andere ervaring. Vooral als je dus, ik heb deze week, dat ik dit opneem, heb ik enorm veel ranked gespeeld. Gewoon op mijn goede account. Tegen goede spelers. Helemaal lekker ingespeeld. Echt, winstreaks gingen lekker. En dan speel je tegen hen en op een of andere manier is het heel anders. En is het op zich best moeilijk. Oh, die gaat er niet in. Oh my god. Die wel. Nou, Koekoe, goed gedaan. Ik bedoel, nice shot. Ik zeg great pass, maar nice shot. Well done, Koekoe. Die Koekoe krijgt ook nog punten hier. Nou, nog een minuut te gaan. Staat alsnog 4-1 nadat er constant niks gebeurde. En Daniel, die staat daar weer stil. Waarom staat Daniel stil? Daniel, ga eens niet stilstaan, man. Oh my god. 8 punten erbij. Wij hebben gewonnen, jongens en meisjes. Dat was het voor vandaag. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Rocket League Rookies. 1000 punten zijn voor Spooky. Maar hoe? Het wordt weer een vreemde aflevering de volgende keer. Tot de volgende keer, guys. Later. Hoppakee, dank je. Thanks. Wat stond daarbij? Mooie voorzet hier. En ja, dan is er gelukkig nog een busje.